Wilfried Peters, de leidersplaats verdedigen vandaag. Het is gewoon een spurtersrit, denk ik. Ja, zeker en vast. Een beetje kijken, er zijn veel sprintersploegen hier aanwezig. Maar langs de andere kant, natuurlijk met Kevin is ook een kandidaat winnaar. Wat verwacht je van morgen bijvoorbeeld? Heel andere rit, bergop? Ja, en waar en waar is zeker wel stevige hellingen. Maar we hebben een mooie voorsprong tot nu toe, dus hopelijk kunnen we vanavond met dezelfde wapens kunnen starten morgen. En dan kijken wat het morgen werd. Het was wel heel spannend, denk ik. En morgen zal het wel iets lastiger zijn dan vandaag. Is dit een goede test voor volgende week het Belgisch kampioenschap? En wie schuif jij naar voren? Maar natuurlijk, het kampioenschap heeft veel blokken, zeker op de weg. In de tijd heeft Remke natuurlijk ook wel een kans. Maar ook Yves Lampaert heeft een sterke tijd gereden. We weten ook vraagtekens wat er met Wout van Aert aan de gang is. Weten we ook niet, dus de tijd zijn er natuurlijk meer kandidaten. Ja, en op de weg in Waregem, het is wel geen makkelijk parcours, wat smalle banen. Maar het is wel geaccidenteerd, dus het kan een open wedstrijd zijn. Wat is de tactiek voor vandaag? Maar ik denk de leiderstrui, dat is het belangrijkste. En langs de andere kant kijken we natuurlijk of de sprintersploegen de boel willen gesloten houden. Klein pronostiekje voor vandaag en volgende week? Well, Kevin is, laten we hopen dat we echt gaan sprinten natuurlijk. En dan is dat de man bij ons naar voren geschoven. Ja, en morgen, volgende week, ja, laten we spreken op Lampaert. Oké, veel succes. Dank u.